Tik eens af! Schijt! Wow, wow, wow! Mag je trouwens alleen met rekken eruit of mag ik ook kopstukken? Ik heb minder burger en deze man begint gewoon te lachen. Wij als Klein Landje blinken uit in heel veel verschillende sporten. Onze topsporters weten dan ook precies wat ze dag in dag uit moeten doen om het beste uit zichzelf te halen. Maar wat gebeurt er als we die topsporters in een compleet andere sportwereld zetten? Wij voegen een aantal teamnl-sporters met wie zij een dagje zouden willen swappen. En daaruit ontstaan hele bijzondere, soms lachwekkende, maar vooral leerzame momenten. Omdat ze zelf nog wel eens vergeten hoe moeilijk hun eigen sport is. En nu kun je niks meer. Moeten ook zij terug naar de basis om elkaar zo goed mogelijk te helpen. Want zelfs voor de beste topsporters van Nederland kan het moeilijk zijn om uit hun comfortzone te stappen en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit is Team NL Sportswap. Ja, ik dacht, dit is een hardloopschoenen. Noël! Yo! Gezellig! Ja, leuk! Kijk, dit is jouw hal. Ja. Die train je altijd. Ja. Maar vandaag niet. Vandaag eventjes niet. We gaan wat anders proberen. Ja, we gaan wat anders proberen. Ja. Wat tijd, denk ik, hè? Ja. Het is tijd om je horizon te verbreden. We gaan naar de overkant, jongens. Naar de multihal. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Judoka Noël van het End is elke dag in de Ruska-hal te vinden op Papendal. Sinds 2010 judoot hij in de gewichtsklasse tot 90 kilo. En in 2019 doet hij iets waar alle judoka's van dromen. Hij wordt wereldkampioen in de beroemde Budokan-hal in Tokio. Met zijn titel treedt Noël in de voetsporen van zijn grote inspiratiebron Anton Gezing, die 55 jaar eerder op dezelfde plek Olympisch kampioen werd. Helaas lukt het Noël in Tokio niet om voor de medailles te vechten. Maar met twee recente Grand Slam overwinningen laat hij zien dat hij een grote kanshebber is in Parijs. Ik ben uitgedaagd. Je bent uitgedaagd? Ja. Hoor? Hoor, Selena. Selena? Ja. En, ja. Vaak als ik ga krachttrainen loop ik ook even... Ze zijn altijd aan het trainen als wij gaan krachttrainen. Dus ik kijk een keer even naar binnen. Oh, jullie zitten hier achter? Ja, ik zit hier achter met de krachttraining. Dus ik kijk altijd even een beetje hoe, wat zij aan het doen. Maar ik denk, ah, dat kan ik wel. Dat kan ik ook wel. Ja, dat gaat goed doen. Zijn er? Ja. Kijk, heb je zin in? Selena Peek mag je de laatste jaren wel het gezicht van de Nederlandse badminton noemen. Naast dat ze meervoudig Nederlands kampioen is, nam ze deel aan de Spelen van Rio en Tokio. En won ze samen met Cheryl Seijnen zelfs goud op de Europese Spelen in Baku. Maar alle druk die daarbij komt kijken kan ook een keerzijde hebben. Zo belandde Selena na de Spelen van Rio in een burn-out, nadat ze meerdere tegenslagen moest verwerken. Gelukkig is ze alleen maar sterker geworden van die donkere periode, want vorig jaar presteerde ze het om samen met Robin Tabeling de Dutch Open te winnen. Ze is dus op de goede weg richting Parijs. Dit wordt hij, hoor. Dit wordt hem, hè? Dit wordt het. Ja, morgen wordt het pas. Als ik in een inbond nu mag vallen. Hij zei dit nog wel, hoe hadden ze me laten weten, hoe hadden jij hem op de lucht gevlucht. Dus ja, ik zou nog wel even nadenken over training gaan doen. Ja, hij gaat deze doen. Top. Eén, twee keer. Ja. Ligt aan hoe goed het gaat. Oké. Okay. Oh, van de zijkant denk ik, nou het lukt wel. Maar ik denk als je er zelf staat is het anders. Ja. De achterkijk gaat wel heel snel. Dat ik hem de goede kant op sla. Goed opletten, Noël. Ik vind het ook interessant hoe ze dat zo terugslaat. Hij blijft met jou in de zand van mij. Nee. Ja, yes. Yes. Wow, sick. Oh, 14, 20, een paar. Zo, eerste taartje voor de fixed. Oh, oh. Ja, we zijn goed bezig. Ik denk, ik moet er nog drie.
probeer het eerst naar de ruimte. Nee! Nee! Wat? Zie je lachen ook. Oké, het is goed gespannen. Oh! Toegel de helft. Oh, omgaan met tegenslag. Mag ik die alleen? Ik ben klaar. Hoeveel records gaan er doorheen bij jou dan? Soms, op slechte week, echt 4-5. Echt? Maar dan laat je een nieuw bespannen of dan koop je gewoon nieuw? Of krijg je een nieuw? Op toernooien kan ik het laten doen door Yonex. Maar hier, ik heb er nooit zin in. Ik duur er een uur over thuis. Oh, ja. Ik zat naar Cheryl. Tax 7,50. Echt? Per record. Ja, inflatie man, is dat 5 euro. Inflatie! We gaan inslaan, dus dat gaan we erover doen. Okay. Een beetje wennen. En dan ga ik jou gewoon een aantal rijen aanslaan. Bijna dezelfde training als ik. Oh. Ik weet niet, kan je bepaalde dingen niet? Mag je alles? Tuurlijk. Van de dokter? Van de dokter. Ik heb wel een goede gekneusde duim, maar ik kom. Ja, is mooi, ben ik in het voordeel morgen als hij een dikke duim heeft. En nog tips trouwens, want Hoe hou je racket vast? Ja, precies. Dat is eigenlijk alsof je iemand een hand geeft. Dus zeg maar, het racket hou je zo vast en geef het racket aan je hand. Je kan het heel erg herkennen dat het veetje, zeg maar, zit op dit gedeelte van je racket. Okay. En dan als je een backhand wil slaan, dan zet je je duim op het platte deel. Dat is dit deel. Dit is de backhand grip. Hier, talent. Er zit je duim erin, maar ik krijg mijn hele duim erin. Hij heeft duim. Hij heeft duim. En dan eigenlijk, bij beton, haal je vooral uit je pols en je onderarm. Dus je slaat bijna niet met je hele arm. Ik ben heel erg benieuwd hoe je... Zo. Nee, je gaat niet zo slaan. Je slaat eigenlijk zo. Daar haal je ook je power van. Oké, want ik zal het doen zo. Ja, jij haalt waarschijnlijk altijd hij zijn power ergens anders uit. Ja. Dan stap je ook uit met je rechterbeen. Ja. Want je bent rechts, dus dan stap je ook met je rechterbeen uit. Dan haal je duim nu op dat gedeelte en dan, dat is de backhand grip. Zo ja. Ja, het zijn, ja, die geluiden maken wij ook. Dus die is heel belangrijk dat je dat doet. En in principe als je bovenhand, zeg maar, je arm gaat al een beetje mee. En probeer je shuttle op het hoogtepunt te raken. Dat kan je wel, hè? Ja. Die snap ik. Maar ik weet niet of het Oké. Okay. Dan gaan we gewoon even overslaan. Heb je zin in? Ik zie je. Ja, want Noël heeft ongeveer een uur de tijd om te leren badminton. En Selene gaat natuurlijk heel hard haar best doen om hen daarin te coachen. Want een wereldkampioen als Noël moet natuurlijk uitgedaagd worden met een challenge. Wat wordt straks een challenge? Ja, ik heb twee dingen eigenlijk in gedachten. Opraden. Of wat we doen, is we zetten zo'n doos neer. En ik wil dat jij daarin dan gaat slaan, in de doos. Wat denken jullie? Welke challenge wordt het? Je moet zo'n mooi spoortje doen. Smash. Ja, joh. Leuk is dat hun zo in de achtergrond zijn. Ja, dat zie ik wel. Nog niet. Onderweg. Hey, die moet je terugkijken. Kijk, je hebt echt een goede sprong. Lekker, hier is goed. Onder het net door. Ja, ik zie het. Dat hele lichaam erin. We gaan met rijtjes ga ik jou gewoon op de hele baan een beetje aan slaan. Jij moet gewoon de shutters halen en naar de overkant brengen. Mag je trouwens alleen met racket eruit of mag ik ook kop zo brengen? Mag, maar dat telt niet. Oh, dat telt. Maar het is voor de video's. En het houdt eigenlijk in dat je een stukje overload krijgt. He, want je slaat veel meer shuttles nu dan dat je normaal als je samen speelt. Het gaat als goed is wat sneller. Het gaat vooral om een stukje fysieke prikkel. En
En ik dacht, nou, dat is wel een mooie inkoppen. Een fysieke prikkel. Ja. Ja? Denk het. Ik heb het vol. Op 65 gaan. Oh. Smet. En dan door naar voren. En je maakt het open. Dan heb ik de shuttle weer. Of wat? In één keer valt het. In één keer valt het kwartje. Ja, dan heb ik de shuttle. Feitje van Noël. Ik heb één wat niet op. Oh, dit is zo leuk. Het wordt echt een 10 hoor. Hij gaat er vol. Ga jij. Ga door. Heerlijk. Kijk, een beetje techniek erbij en dat gaat. Dat is goed hoor. Oh. Lekker. Ja. Stukje defense. Defense. Dat is jouw doel deze training. Ja, dat is eigenlijk best wel goed. Fingerpower, daar komt die sweep van. Uh-huh. Je niet van hieruit, ook niet vanuit je pols alleen maar, want dan zit je vast in je grip. Gaat die overal naartoe. Dus het is hier los. Nee, daar. Dit is het. Ja? Dus wat je nu doet, dat is het. Ja? Oh, nou moet ik echt gaan passen. Ik gooi wel even aan. Kom. Doe maar. Laten lopen. Het ziet er wel erg goed uit allemaal. Dat kan natuurlijk niet. Het is te makkelijk voor hem. Ja, hij moet wel straks een moeilijke challenge hebben. Hè? Ja, precies. Dus we gaan hem nog even wat moeier maken. Oeh. Ja. Daar. Klaar. En daar. Goed. Ga door. Als je dubbel hebt, dubbel dan is het makkelijker. Jeetje, ja. Moeilijk. Zo hebben of wil je hem liever in de breedte? Oeh. Zo aardig ben ik ook. Breedte. Aan de, wat is het, de right side of the net? Of the net. Right. Mr. Noel, fan tent. Dit knip je eruit. Dames en heren, welkom bij de challenge, de Badminton Challenge. We hebben aan de rechterkant Mr. Noel van het end, wereldkampioen judo. Maar vandaag Badminton kampioen. Iets andere discipline, iets andere verfijning hebben we nodig. Maar wat gaan we doen? Ik heb hier een rij shuttles. Drie moeten erin. Beste kijker, je voelt hem in. Comment down below. Gaat het hem lukken? Ja of nee? Ja of nee? Denk het wel. We gaan het zien. Jij moet echt, hierna moet je echt presentatie of zo worden. Jij moet hier iets mee doen. Oké, let's go, no? Oei! Ja, waar? Oh. Oei!
gelukt zonder helm. Ja. Super lief. Ik heb een presentje voor jou. Je mag zelfs kiezen. Optie 1. Ik hou van koffie, dus kun je meenemen naar je wedstrijd. Of, ik dacht, ja, je bent natuurlijk altijd geblesseerd of ergens dat pijn. Is dit is een ijszak. Ja. En daar kun je... Ik ga voor de ijszak. Dat is voor de ijszak. Dat is handig. Precies. Ja, ik dacht nog. Ja. Ja, thanks. Bedankt. Hey, op naar de judo. Hey, welkom bij de Risco. Yay. Yes. Ben hier, we gaan. Ja, ik kan deze kan ik wel laten staan, want die heb ik niet nodig vandaag. Oh my god, it's Noël van het End. Wauw, het is het mooi hier. Als je eens aan bent. Het is toch heel sneu dit. Nou, Shell, ben je er klaar voor? 3, 2, 1, jump! Fijn dat ik hier mag zijn. Oké. Okay. Les 1. Les 1, de band onder. Oké, wacht. Ik zal het even voor. Ja. Eerst doe je dit zo. Zo goed. Goed strak. Goed strak. Oké. Okay. Ja. Maak je een rondje. Ja. Dat leg kan je hem hier dus op. Ja. Nog een rondje. Nog een rondje. Ja. Hier. Deze hier overheen. Hier, zo overheen? Ja, overheen. Duim erin. Ja. Trek hem eronder door. Het gaat heel goed, hè? Ja. 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 En door. Trek je hem even strak. Ja. Ja. En maak je er nog. Nou. Ongeveer. Kijk, het verschil. Oké. Okay. Heel lang, hè? Ja. Ik word nu al in je poch gelegd. Ja, is het moeilijk, hè, Meijner? Ja. Ja, voor jou is heel moeilijk. Ja, precies. Wit is, voor gevorderden namelijk. Zwart is voor beginners. Amding, oorbellen. Oh, oorbellen uit. Oh, dan schudt hij uit. Oh, ja. Oorbellen, ringen. Oh ja. Alles af. Heb je gezien dat Noël een ster op zijn pak heeft? Is dat omdat je wereldkampioen bent? Ja. Zeker. Wat vet. Nee. Wat vet. Waar is jouw ster? Ja. Ergens anders kan ik nu niet laten zien. Coach Noël? Coach Noël. Atleet. Ja. Regen. Ja. Bedankt dat ik hier mag zijn. Sorry. Oké, we gaan het even. Zijn we uit de galop? Is op. Zo hard. Kom maar. Nou, ik ben goed voorbereid. Ik heb gisteren gegoogeld, dus. How to make a ippon. Ging hem gewoon op één voet. Blijf staan. Dan gaat het op één keer. Oh, en dan, maar achteruit doen we, eigenlijk als je neerkomt, dan strek je. En dan rek je even. Achteruit! En dan... Dit op de borst, ja. Ja, en dan een beetje rekken. Een beetje rekken. Ja. Dit kan ik wel. Stop. Ja, nee, rollen en dan allebei de handen op de grond. Ja, goed. Oh, die was goed, hè? Niet zo goed. Ja? Nog een keer? Nee, ik denk dat het wel goed is. Nee, we zijn nog niet... Oh, sorry. Ja, sorry, coach. Sorry. Zie je, pas even mee. Road to Paris. Die weg is waarschijnlijk nog aardig lang, want Selene gaat vandaag in ongeveer een uur leren judoën. Dat betekent niet alleen rollen, vallen en opstaan, maar ook werpen en wurgen. Aan Noël de taak om al zijn opgedane kennis nu over te dragen aan Selene. En dat zal goed voor pas komen, want ook Selene zal afsluiten met een hele uitdagende challenge. En dat is proberen Noël van het End in een wedstrijdje te laten afkloppen. Nou, easy toch? Ik heb minder wurgen, maar nee, deze man begint gewoon te lachen. En dan? Probeer je eigenlijk je voet op de grond te houden. Dit? Ik was net een dode pop, gek! Oh, erg! Wat doe jij? Ik vind het wel echt reactie het leukst. Dat zul ik wel voor hem. Ja! Zo, ja!
Misschien beter uitleggen. Ik ben zo gefocust. Om mijn voet op de grond te houden. Dat ik naar mijn hele been ga. Zo. Als je gaat rollen, echt je neus van je knie aan. Oh ja. Mij niet zo goed. Ja. Beter. Beter? Het voelde heel onnatuurlijk. Ja. Daarom was het ook goed. Deze man. Ja, maar die wordt zo uitgelegd. Zo best. Heb je ooit zo slecht iemand bij gehad? Oh, wat erg. Ik heb wel altijd huilen, dus dat is wel goed. Ja, ik doe zo. Oh. Ja. En dan moet ik... Eigenlijk duw je een beetje met je schouder. Oh, je hoofd moet je knieën, je neus je knieën. Jezus, zo? Ja, en nu rollen. Oké, nog een keer, ga je over. Ja? Ja, man! Ja. Ik ben mijn nek gek, zag je dat? Maar zo moest het dus. Zo ongeveer, ja. Ja, dus. Ja, nou. Bijna? Zo voel ik wel door, maar dan probeer je even niet te grond te houden. Ja, we gaan niet over. Zo hoor. Ja, zo is goed. We gaan nu een judo rollen. Ja. Ja? Zo. En dan gaan we zo een rol maken. Zo een rol maken, oké. Je houdt je kin op de borst. Ja. Ja. Want anders komt je gezicht in de mat, moeten we niet hebben. Breek je nek. Ja. Ja. Ander hou je hier. Ja. En dan zo. Zet je op de grond neer. En rolt over je schouder. Ik heb hem niet gezien. Ik vond het mooi. Ja? Ja. Zo? Ja. Ik zet dit op de grond. Ja. En ik rol over je schouder. Iets meer over je schouder. Iets meer rechts. Wat maakt nou dat geluid dan? Je benen? Hij doet met zijn arm zo. Oh, als het is, dan breek je de val uit. Oh. De snelheid gaat dan naar je arm toe. Kinderen die dan achteruit vallen, die doen dit. Oh ja, die elleboog. En dat is heel slecht. Ja. Dit mag niet. Ja. Dat moet je dus afleren, want anders breek je schouder. Ja. Wat een timing! Zie, de wou ze eigenlijk al meer de elleboog neerzetten. Ja. Oh, iets beter, ja. Iets beter. Het is wel eng of zo, omdat je wil jezelf opvangen, maar dat mag dus niet. Nee. Dat is heel belangrijk, ook als je later ouder bent, als je weet van de fiets of valt of weet ik wat. Gewoon, maak je ineens judo op. Breekt gewoon je val. Ja. En dat heb je natuurlijk continu nodig. Ja. Ja. Ja, want zometeen, als we elkaar gaan werpen, dat is nog enger. En dan moet je ook leren doorrollen. Leren vallen, ja. Als jij mij een ippon naar rechts gooit, dan... Ja, dus dan moet jij weten hoe je moet vallen. Nou, dit is een beetje de basics. We gaan denk ik een worp leren. Een worp, leuk! Een worp. Ja. Let's go! Ja. Ik ben goed in de schouder op. Oké. Okay. Is iets moeilijker al, maar je hebt ook een heupworp. Ja, we gaan niet zo makkelijk. Net dat. Want... En ik stap eigenlijk zo in en ik maak een spierbal. Oké. Okay. Een spierbal om jouw arm. Om mijn arm, ja. Ik stap hier naar beneden en ik... Ik gooi jou nog niet. Elke keer als wedstrijd weer is even een stukje pauze. Ja. Dan moet je je pak goed doen. Als je het niet doet, dan krijg je eigenlijk een weer straf. Ja. Ik ga je heel rustig gooien, ja? Doe maar. Ik hou hier vast, ja? Nee. Dat ging soepel, toch? Dat ging heel soepel. Ja. Dat was echt niet eng. Nee. Ik vond het wel leuk. Ik zat er met deze goed in. Ja. Dan vorm ik een spierbal. Ja. Dan moet je zo'n losse stukje bij. Ja. Ja. En dan... Zo? Ja. Oh. Ja, wel. Ik val gewoon mee. Hij is gevloeid, de wereldkampioen. Ja. Yes! Daar. Ja. En dan pak daar. Dan... Is dat een... Ja. Wow! Oh, die was goed. Nice. Ja, die was goed. Oké, maar enthousiast was het. Ja, gewoon niet daar denken. Ja. Want dan denk ik van, oeh, doe ik het wel goed? Nee. Ja. Ik was helemaal enthousiast van. Maar Gussie komt eruit. Ja. Yes. Oké. Ja, goed. Ja, goed. Ja. Oh. Ja, die was alweer beter. Ja, jij staat nu nog een beetje hier. Ja. Probeer dit doen. Ja, maar ik moet al eerder staan. En meer naar voren. Ja, precies. Ik moet al
ja, over mijn benen heb gekanteld. Ja, en je kijkt waar je gaat gooien. Oké. Okay. Dus ja. En ik kijk. En ik ga daarin. En naar de grond. En ik wil jou eigenlijk hier neergooien. Ja. Iets zichtig. Ja, ja. En dan? Hop. Allebei een rollen. Ik val gewoon op. Oh. Ik ben ook wel zwaar, dat is moeilijk. Ja. Oké. Nou, dus soms, zeg maar, je worp lukt niet. Ja. Dus dan komen we op de grond terecht. Ja. Want ja, ik blokkeer hem of iets. Ja, ja. En dan, vanuit daar gaan we op iets. Ja. En dan gaan we op de grond verder. Okay. Met judo kan je scoren met Osaikomi heet dat. Ja. Dus hou je iemand dicht op zijn rug. En die hou je vast. Die kan niet meer opstaan. Ja. Die hou je vast voor een bepaalde seconde. Een wurging, als iemand gaat aftikken. Ja. Of hij gaat KO. Precies. En een armklem. Ja, dan moet wat je ook aflopen. Wurging. Ja, begin. Gaan we op een blokje zitten. Mijn rechterhand gaat onder door, pak ik ja. Deze. Ja. Jouw verste arm. Ja. Deze gaat onder je hoofd door. Ja. En die pak ik eigenlijk ook. Oké. Okay. Ja. En dan ga ik gewoon duwen. Trek dit naar me toe. Ja. En die heb ik dan vast. Ja, dat wordt echt. Gewoon... Jezus! Ik heb al een uurtje terug. Ja? Ja. Oké. Okay. Oh. Maar ik kan je ook even leren afkloppen, dus dat kan. Juist. Maar dat ging even mijn ego nog even. Ja, dat snap ik. Ja. Ik hou er ook niet van. Oké. Okay. Ja. Onder mijn hoofd door. Onder je hoofd door. En ja. En die andere gaat juist. Zo. Ja. En dan trek ik jou eigenlijk. Ja, naar je toe en duwen. Yes. Ja. En nu kun je niks meer. Ja. Als je een Osaikomi wil houden. Ja. Dus. In 20 seconden. In 20 seconden. Deze om mijn nek. Zo? Deze pak je mijn arm. Ja. Ja. Zo. En je heup leg je op de grond. Op de grond? Zo, ja. Zo, ja. Ja. En dit moet je dan vasthouden. Ja. Ja. Nou, nu moet je dat goed. Als je je hoofd op de grond gaat neerleggen. Ja, is het nog beter? Is het nog beter, ja. Oh ja, want nu, dan klem je je gewoon helemaal ja, dicht. Ja, precies. Oké. Okay. En dan hou je dit zo strak mogelijk beter. Yes! Ja. Kut! Ik baal hier echt van. Ik dacht echt dat ik goed bezig was. Ja, maar je was ook goed bezig. Ja, hij is ook goed schuif. Oké. Wat was het nou? Dang it! Kijk hem lachen! Nou, ja, oké. Oké, ik was goed. Oké. Jezus. Ja, dat was kut. Ja, je kan hier kan je deze zo erin draken. Ja. En dan krijg je gewoon hier. Ja, ja? Oké. Okay. Normaal gesproken hou jij eigenlijk je kin op de borst. Nu. Ja, om dit ja, niet... Ja, om ja. dit niet te gebeuren. Ja, dan ga je ja. het hier zo een beetje snijden. Ja. Ja. En dan ga je hier achter. Ga je in je eigen ja. arm. En dan op je eigen hoofd. Ja, en dan... Knijpen. Ja. Dat is heel intens. Ja. Dat gaat niet aan. Oké, okay, ga leren. Oké. Okay. Ja, normaal ook het zo dicht, snap je? Ja, precies. En dan hier eronder. Ja. En mijn arm gaat zo diep mogelijk, ja. Zo. Trek je nog verder door. Nee. Huh? Deze. Ja. Oh, nee, hier. Ja, ja. ja en dan ja, leg ja. je die weer op mijn hoofd. Oh ja. Ja. En nu? Ja. Knijpen. Ja, maar... Ah, fijn. Ja. Maar gebeurt het een beetje? Ja. Oké. Okay. Hallo! Tik eens af! Er gebeurt niks. Schijt! Hij lacht gewoon! Ik heb minder wurggeven en hij, deze man begint gewoon te lachen. Oké, okay, blijf. Ik denk dat dit is een goede challenge om mij te laten tikken. Ja. Een wedstrijd. Helemaal klaar hoor. Pak je goed. World Champion! Oh. In the blue jerky, we have Selena Peek. Mike! Sorry.
Ja. Misschien leuk het ook. Oh, dit vind ik heel leuk. Kijk dan. Kijk. Jongens. En maar, heb je hem gezien hier? Nog niet. Dat wil ik zou natuurlijk wel. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja, thanks man. Leuk. Bedankt voor vandaag. Ja, ik heb zoveel geleerd. Ik heb de burger heb geleerd. Ja. Maar de schouderwerk vond ik het vetste. Ja, de burging. Ja. Dus indraaien. Maar het vallen vond ik eigenlijk ook wel leuk om dat te leren. Ja. En te merken dat je dus moet slaan en dat je daar sociale technieken voor hebt. En wat waren nog dingen wat je niet verwacht had van deze sport misschien? Ja, de bandknoop, je zag wel, dat ging niet helemaal flexibel. Je kon het nog steeds niet. Ja, dat is ook moeilijk. Dus dat, en dat het pak zo zwaar is, dat valt me echt een beetje tegen eigenlijk. Ja. Dus het is echt wel een extra gewicht wat je vast hebt. En het houdt ook niet lekker vast. En dat moet natuurlijk ook, maar ja. Ja. Nou, alleen al het racket vasthouden is al apart. Ja, dat is al. En dat je het uit je pols haalt en niet helemaal uit je arm. Ja. Ja, allemaal dat soort dingen. En inderdaad, ja, je moet aardig wel sprinten. Dus nee, je zit weer van links, dan moet je naar rechts rennen. En dan met die voet uitstappen. En dan, ja, dat was wel leuk om te leren. Hij deed het ook oprecht heel goed. Dus ik denk dat het geslaagde challenges, toch? Ja, geslaagde swap. Geslaagde swap, ja. Geslaagde swap, jongens. Ja. En dit was de 6e en helaas ook laatste aflevering van Team NL Sportswap. Maar wat denk jij? Zou er een tweede seizoen moeten komen? Laat het ons weten in de comments. En vooral ook welke topsporters jij dan graag terug zou willen zien. We hopen dat je onze kanalen en alle topsporters blijft volgen in de Spelen van Parijs en Milaan. Hoppatee! Yeah. Yeah. Like, subscribe, follow en al die dingen. En de groeten. De groeten. De ballen. Later.